Verslaving discrimineert niet. Iedereen kan verslaafd raken en daar problemen mee hebben. Ik ben Judith en ik werk als GZ-psycholoog bij Jelinek. GZ-psycholoog bij Jelinek betekent dat je ook een regiebehandelaar bent. En als regiebehandelaar ben je eindverantwoordelijk voor behandelingen die andere mensen uitvoeren. Dat betekent dat je aansluit bij de eerste behandelafspraak, waarin je het behandelplan vaststelt en waarin je in de rest van de behandeling op de achtergrond meedenkt over wat er nodig is. De sfeer is hier eigenlijk altijd zo ontzettend goed. We hebben geen vaste kamers. Iedereen zit gewoon in de kantoortuin. En dat betekent dat je ook veel betrokken bent bij elkaar. En dat je elkaar daardoor ook goed kan steunen als er een crisis is of als er iets aan de hand is met een cliënt. Dus dat is echt super fijn. Toen ik hier kwam werken, 4,5 jaar geleden, toen had ik nog nooit in de verslavingszorg gewerkt. Maar dat maakt niet uit. Er zijn zoveel opleidingsmogelijkheden hier, dat je daar vanzelf thuis in raakt. Bij Jelinek heb je heel veel vrijheid om je eigen werkvorm te geven. Dus je hebt niet alleen en verslavingsbehandeling en andere PTSS of angst- of depressiebehandelingen. Maar je hebt ook verschillende soorten verslavingsbehandelingen die je kan doen. Daarin kan je ook, als je dat wil, variëren. Dus je kan een tijdje meedraaien op de Jelinek Minnesota Kliniek. Je kan een tijdje ook groepen doen bijvoorbeeld bij de deeltijdkliniek of de klinische opnameafdeling. Er is hier zoveel te kiezen dat ik denk dat ik nooit meer weg ga bij Jelinek.